hebben eigenlijk gewacht op de overheid en van de Rode Draad dat zij zeiden van oké, we kunnen met 20 mensen weer in openlucht trainen. We hebben direct gestart met overleg te gaan met het bestuur om te zien wat we konden aanbieden. En ik ben heel blij dat we vandaag onze beachvolleybaltrainingen kunnen hervatten. Wij hebben vernomen van de Volleybalbond dat we mochten heropstarten. Wij hebben, nadat de Veiligheidsraad beslist dat dat buiten outdoorsporten mochten, hebben wij van de Volleybalbond een protocol gekregen met enkele maatregelen, preventiemaatregelen. Allemaal logische maatregelen, afstand zoveel mogelijk, handgel, afstand houden. Ikzelf heb die dan een beetje uitgebreid. Ik heb daar een medisch draaiboek gemaakt voor de trainers en de spelers. Zodanig dat we in een vaste structuur van bij de start van de training tot het einde van de training op een gezonde, leuke, maar toch veilige manier kunnen sporten. Ik heb afval.